Ik kan me herinneren dat ik op de grond ging zitten en dat het hart begon te draaien. En dat ik steeds wegviel, steeds in slaap viel. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Ik had een alcoholvergiftiging. Ze hebben alles leeg moeten pompen. Ik wist me alleen nog maar te herinneren dat ik het glas wodka leeg stond te drinken. En dat iedereen mijn naam schreeuwde toen ik dat deed. Dat alcohol niet goed voor je is, weten we allemaal. Maar hoe schadelijk is alcohol nu echt voor jongeren onder de 18 jaar? Wij zijn jeugdboa's Jackie en Jeroen. Als jeugdboa staan wij in goed contact met de jeugd in onze gemeente. Helpen wij hen bij hulpvragen, bezoeken wij plekken waar veel jongeren samenkomen, maar treden wij natuurlijk ook op bij overlast. Tijdens onze avond- en nachtdiensten komen wij regelmatig jongeren onder de 18 jaar tegen die onder invloed zijn van alcohol, met alle nodige gevolgen. Hoe kijken professionals, ouders, maar vooral de jongeren zelf hier tegenaan? Dat gaan wij uitzoeken. Ouders hebben een belangrijke invloed op hun kinderen. Hoe bewust zijn ouders eigenlijk bezig met het alcoholgebruik? Uit gesprekken met ouders op straat maken wij op dat hier veel verschillende opvattingen over zijn. Robert Frans is vader van twee jongeren onder de 18 jaar. Hoe kijkt hij hier tegenaan? Ik heb in het verleden nog niet echt nagedacht over hoe ik met mijn dochters erover ga hebben met alcohol. Maar ja, ze zijn nu 12 en 14 jaar. En met name degene van 14 jaar, die gaat de laatste weken, maanden steeds meer interesse hebben in te gaan stappen. En dan denk je wel van, ja, ik ben de vader van een dochter van 14 jaar. En als zij daar met alcohol in aanraking gaat komen, binnen het gezin of buiten het gezin, is het wel goed om daar eens over na te denken. We hebben dus besproken met elkaar over het drinken onder de 18. Nou, mijn dochter heeft zoiets van, als ik zo eens een half glaasje bier kan drinken, mag dat dan? Nou, daar heb ik nog niet echt een knoop over door kunnen hakken. En vroeger was dat misschien ook wel anders dan nu. En ik ben daar nog wel mezelf. Ik ben daar nog wel over aan het nadenken van hoe sta ik daarin? Een belangrijke plaats waar jongeren in aanraking komen met alcohol is natuurlijk in het uitgaansleven. Iemand die hier elk weekend mee te maken heeft is Antoine van Aalst, uitbater van El Corazon en 16PLUS Café in de gemeente Roosendaal. Hoe gaat hij om met het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar in zijn café? Als ik in mijn eigen kennissenkring kijk, en ik ken veel mensen, er is niemand die tegen zijn kind zegt, jij mag niet drinken. Dan gaan ze naar een feestje en dan zegt niemand, je mag er een paar drinken, kijk uit dat je niet te veel drinkt. Maar je mag niet drinken, dat wordt gewoon niet gezegd tegen de kinderen. Er moet een omkering komen in deze maatschappij, maar die zie ik nog niet gebeuren, zeg maar. Dit is nog te veel vrijheid, blijheid. En alle ouders zeggen, ja, ik heb ook jong gedronken. Ik was ook, ik dronk bij mijn 15 al, ik dronk bij mijn 14 al. En die mensen moeten dan gaan zeggen tegen de kinderen, je mag niet meer drinken voor je 18e. Ja, en ga je dan? En jij, snap je, dat is een discussie thuis, die wordt niet aangegaan. Er wordt gewoon gezegd, rustig aan, kijk uit, niet te veel. Ja, en ja, daar hebben wij gewoon heel veel last van in het uitgaansleven. Ik denk dat de grote oplossing is dat we het met z'n allen moeten doen. En niet alleen de horeca, of niet alleen de politie, of handhaving, of de burgemeester, of het ziekenhuis, of een dokter. Nee, en ik denk dat de ouders in deze, en zeker de ouders, de allerbelangrijkste pionnen zijn, want daar nemen de kinderen iets van aan. Wij zijn in gesprek gegaan met Han van Midden, burgemeester van de gemeente Roosendaal, maar ook vader. Wat is zijn kijk op het gebruik van alcohol? De opvoeding van mijn eigen kinderen. Ik heb kinderen de eerste zit in de puberale leeftijd. En die willen allebei nog helemaal niets van alcohol weten. Dus dat is heel geestig om te zien natuurlijk, want dat gaat vast veranderen. Maar wij praten er wel open over. Want waar ik me heel erg zorgen over maak, is de trend die ik vandaag de dag zie. En dat is echt anders dan dat bij ons gebeurde vroeger. Is dat jongeren of kinderen, dat die echt gaan indrinken voordat ze uitgaan. Omdat ze in de kroegen geen bier of andere dranken meer krijgen. Ten eerste levert dat gedoe op bij entree, want
of ze worden binnengelaten of ze worden geweigerd. Ik hoop natuurlijk het laatste, dat ze worden geweigerd. En dat ze gewoon weer hun weg naar huis vinden of naar zorg vinden als ze het nodig hebben. Maar toch komen er ook veel binnen die zwaar beschonken zijn. En dat is geen goed begin van een avond. Ja, toen ik 15, 16 was, was de wereld nog heel anders. En wij gingen ook heel anders om met alcohol. Allereerst wisten we veel minder van alcohol, van de gevolgen, de gezondheidsrisico's van alcohol. Maar het was ook nog toegestaan om in de kroeg gewoon te drinken. Dus wij dronken op ons 15, 16 gewoon een biertje in de kroeg. De GGD West-Brabant speelt een grote rol in de preventie van het alcoholgebruik onder de 18 jaar. Melanie Venhuizen is jeugdverpleegkundige en vertelt jullie hier meer over. Bij de GGD ben ik jeugdverpleegkundige. Binnen Roosendaal zien wij eigenlijk alle jongeren tussen de 4 en de 19 jaar. Gewoon voor de standaardcontroles met 5 en 10, 11 jaar. Waarbij we de ogen en de orentest doen. Waarbij we ook graag willen weten of alles oké gaat met de jongeren. Dat is eigenlijk wat we doen. Als jeugdverpleegkundige zijn wij ook verbonden aan de middelbare scholen. En in het voor alle middelbare scholen in Roosendaal. In het tweede, wanneer leerlingen of wanneer jongeren in het tweede leerjaar zitten van de middelbare school, komen wij eigenlijk langs op school en doen wij een gezondheidsonderzoek. Dat is een digitale vragenlijst die de jongeren aangeboden krijgen. Waarin we eigenlijk gewoon willen weten, hoe gaat het met je? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het in je vrije tijd? En hoe gaat het op school? Een onderdeel van deze vragenlijst is ook, heb je wel eens alcohol gebruikt? Daar vragen we heel expliciet naar. Omdat we eigenlijk ook gewoon in beeld willen brengen van, weet je, speelt dit onder de jongeren op school? Dus wat ik terugzie op de scholen in het tweede jaar is eigenlijk dat daarvan zeker wel 30% van de jongeren wel eens alcohol hebben gebruikt. Wat wij uiteindelijk doen als wij zien, hè, dat als jongeren in hebben gevuld dat ze alcohol hebben gebruikt, is dat wij deze jongeren uitnodigen voor een vervolggesprek. Waarin we echt wel navragen van hoe vaak heb je gedronken? Gebeurt het wekelijks? Gebeurt het maandelijks? Weten je ouders hiervan? Zijn er meer kinderen in je klas? Durf je ook nee te zeggen, hè, op het moment dat een vriend van jou wel een biertje pakt en jij wil het niet? Durf je dat dan? Hoe is de groepsdruk? Ervaar je die? En weet je ook de gezondheidsrisico's? Daar hebben we het ook over. Hè, omdat jongeren nog zo in ontwikkeling zijn. Dat we het ook belangrijk vinden van dat ze daarvan op de hoogte zijn. Jeroen Smits is medewerker bij Stichting HALT. Ben je onder de 18 jaar en kom je toch in de problemen door bijvoorbeeld openbare dronkenschap, is er een kans dat je hier terechtkomt. Maar wat gebeurt er dan? HALT staat voor het alternatief. Dat betekent eigenlijk dat jongeren een andere vorm van, ja, straffen noemen het niet meer, maar een andere vorm van afdoening krijgen. HALT is een organisatie die preventief werkt. Hè. Dus ze geven voorlichting op scholen om ervoor te zorgen dat jongeren, dat we met jongeren kijken hoe dat ze bepaalde dingen anders kunnen doen. Hè. Bijvoorbeeld met groepsdruk, tolerantie en respect. Dus allerlei zaken waarin jongeren soms over de scheef gaan, proberen wij preventief te handelen om dat te voorkomen. Ja, wat ik dan vooral zie rondom alcoholzaken in gemeente Roosendaal, is het dan toch wel, het coma drinken is misschien niet het beste woord, maar dat zijn wel de zaken die regelmatig voorkomen. Maar dan gaat het vooral over openbaar dronkenschap. Jongeren die anderen tot last zijn, waarbij ze dusdanig gedrag laten zien dat ze eigenlijk opvallen en dat ze eigenlijk niet normaal, ja, wat is normaal, maar niet normaal meer over de markt kunnen lopen in dit geval vaak. Die worden dan bijvoorbeeld doorverwezen door de handhaving of door de politie. Als ik jongeren bij mij zie komen voor alcoholfeiten, dan gaan we meestal kijken van, hey, waarom gebruik je alcohol? Waarom is het? Je ziet wisselende antwoorden. Hè. Sommigen vinden het fijn om te doen, sommigen vinden het lekker om te doen. Maar sommigen die gaan ook mee in de groepsdruk van, ja, mijn vrienden doen het ook. Dus ik ga daar ook iets mee doen. Nou, dus komen we natuurlijk mee bij de gesprekken bij HALT. Het schuldgevoel, of in ieder geval dat ze ouders teleurgesteld hebben, dat is wel een gegeven wat echt wel blijft hangen. En je kunt wel iets, je kunt wel sorry zeggen, maar opgelost of goed gemaakt is het dan ook niet gelijk per se direct. Het gaat nu voornamelijk over de jongeren. Maar hoe denken de jongeren hier zelf over? Aan de hand van stellingen willen wij hier achterkomen. Ik durf nee te zeggen als mij alcohol wordt aangeboden. Ja, ik durf zelf dan wel nee tegen te zeggen.
Alleen ik denk niet snel dat ik nee zou zeggen. Ja, ik ben wel iemand die nee durft te zeggen, want als ik het niet wil, dan wil ik het gewoon niet. Als mij iets wordt aangeboden wat ik echt niet lekker vind of niet ken, dan vraag ik eerst wat het is. En lust ik het wel, dan denk ik er eerst over na of ik het wel of niet wil. Ja, ik durf het zeker wel. Het wordt mij best wel vaak aangeboden. Bijvoorbeeld na het werk. En dan zeg ik altijd nee, ik ga naar huis toe. Want als ik blijf, dan kom ik misschien wel eens even in de verleiding om wel iets alcohol te gaan drinken. Terwijl ik eigenlijk niet op normale gelegenheden eigenlijk alcohol wil drinken. Ik durf ook al nee te zeggen als mij ding wordt aangeboden. Of als ik merk dat ik al redelijk wankel ben, dan denk ik, nou, het lijkt me niet heel slim om nu nog door te drinken. Maar ik zou inderdaad niet zo snel nee zeggen. Maar als ik echt geen zin meer zou hebben, dan... Nou, dan zou ik er wel... Ik nee, zou dan wel gewoon nee te zeggen. Maar dan... Ik zou hem wel vasthouden voor later, weet je wel. Ja, oké. Okay. Dan wel. Dat hoef ik zelf niet te betalen. Nee, dat klopt. Maar vind het ook wel belangrijk om dan te weten, hè, bijvoorbeeld gebruiken ze alcohol omdat ze het zelf willen? Of hè, is het onder invloed van vrienden? Is daar groepsdruk? Maar het allerbelangrijkste is dat we jongeren eigenlijk wel willen ondersteunen. Van, hè, durf je geen nee te zeggen? Hoe kan je dat wel gaan aanpakken? En kun je bij iemand terecht, hè, op het moment dat je dat niet durft? Kun je terecht met die vraag bij je ouders van hoe doe ik dat? Of kun je terecht bij je mentor op school? Of hè, je kunt hem ook bij ons stellen, hè, de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan school. Hè, wij kunnen ook meedenken. Want die groepsdruk zorgt ervoor dat heel veel jongeren dingen doen die ze eigenlijk zelf helemaal niet willen. En laten we heel eerlijk zijn. Als je weet hoe het is om dronken te zijn, dat hebben we allemaal denk ik wel een keer meegemaakt. Dat is eigenlijk helemaal niet prettig. Een glaasje te veel is iets anders dan echt dronken zijn. En als je je gedwongen voelt om veel te drinken, omdat je groepsdruk ervaart, dan ga je dus dingen doen die eigenlijk over je persoonlijke grenzen heen gaan. En dan zeg ik ook tegen die jongeren, praat daar alsjeblieft over met je ouders. Praat er ook over met mensen, met onze horeca stewards. Praat erover met jullie als BOA's. Praat erover met onze politie, want die snappen als geen ander hoe belangrijk het is om je dan van die druk terug te trekken. En gelukkig zijn er tegenwoordig, en dat vind ik als burgemeester erg fijn, ook hele goede alcoholvrije varianten. Want ik lust ook heel graag een biertje. Maar gelukkig zijn er vandaag nog hele goede alcoholvrije biertjes. Dus misschien kun je af en toe een alcoholvrij biertje nemen. Net doen alsof je een alcoholbiertje drinkt als jongere. Ja, de ene ouder zegt, er wordt niet gedronken tot de 18e. En de ander zegt van, nou, het is toch niet tegen. Dus je moet ook helemaal geen regels bedenken. Ja, ieder maakt zijn eigen keuzes. Maar je bent wel verantwoordelijk als ouder voor je kind onder de 18. Als kinderen thuis al gaan indrinken, dan ben je als ouder wel verantwoordelijk voor je kinderen. En je stuurt ze ook op pad ergens naartoe. En stuur je ze al stomdronken op pad naar een kroeg toe, dan leg je eigenlijk wel een verantwoordelijkheid ineens bij jouw kinderen weg. En je stuurt ze de straat op, terwijl ze stomdronken zijn. Dus ik denk dat je wel bewust moet zijn als ouder om daar over na te denken. Nou, wij proberen wel, de portiers lopen rond en houden het allemaal in de gaten. Net als met roken, maar dat is natuurlijk weer iets anders. Maar dat doen we met drinken ook. Maar we kunnen geen drankjes af gaan pakken en zeggen van... Kijk, we kunnen wel zeggen, jij bent te dronken, kom jij mee en dan word je buiten gezet. Dat gebeurt wel. Maar iemand die te dronken is, omdat je thuis te veel ingedronken hebt, hier nog zijn laatste cola Malibu'tje, die wij dan buiten zetten, ja, die komt dan voor de politie buiten bij El Corazon te veel drank op. En dan heb ik een probleem als eigenaar. Er is gewoon niemand die tegen zijn kind zegt van, je mag niet drinken. En ja, wij hebben daar gewoon heel veel problemen mee in de zaak. En we kunnen het door moeten sluiten. Als de burgemeester te vaak constateert dat er bij El Corazon te veel gedronken wordt door jongere mensen, nou, dan moeten we dicht. En dan kunnen we nooit geen feestje meer geven voor die leeftijd. Dus dan word ik misschien wel gedwongen om 18 plus te worden. Want dan ben ik van het probleem af. ID-controle is heel simpel. De portiers, je moet gewoon je ID laten zien. Je identiteitskaart, paspoort. En laat je gewoon zien van, ja, luister goed, ik ben zo oud en dan mag je binnen. Maar er zijn natuurlijk ook broers en zusjes en neven en nichtjes die op elkaar lijken, die proberen te frauderen. Dat lukt wel eens. Maar als het niet lukt, ja, dan word je overgedragen naar de politie. En dan maakt de politie een politierapport op en dan word je doorgestuurd naar bureau Halt. Want je pleegt gewoon fraude. Je doet gewoon je ID vervalsen. Ja, identiteitsfraude. Dat wil zeggen eigenlijk, het kan op twee verschillende manieren. Het kan zijn dat je ID vervalst. Ja, dus dat je een andere geboortedatum of een andere geboortejaar erop vast probeert te plakken. En dat met een foto bijvoorbeeld laat zien.
Versie 2 is dat je de ID van een ouder iemand of een ander iemand, broer en zus of vriend waar je op lijkt, dat je die meeneemt. Dat je die meeneemt om de kroeg binnen probeert te komen. Maar ja, ook dat is hartstikke strafbaar, want het is niet jouw ID. Wij hebben daar voorbeelden van binnenhalt, van dat er ouders aan de deur staan, of dat de politie bij de ouders aan de deur staan van hey, uw zoon of dochter heeft een ongeluk gehad, zou u alsjeblieft mee willen komen? Dat hun zoon of dochter gewoon op bed lag, omdat hij of zij de ID had uitgeleend aan een ander. Dat zijn wel schrikbarende feiten van hey, ja, maar wie is het dan en wat is er dan gebeurd? Want je schrik je eigenlijk natuurlijk helemaal de pletter als er iemand als de politie aan de deur staat van hey, we hebben uw zoon gevonden en er is wat aan de hand, kom snel mee. Dat er medische gevolgen kunnen zijn voor jongeren onder de 18 jaar die alcohol drinken, is algemeen bekend. Maar wat zijn deze medische gevolgen precies? Hiervoor zijn wij op bezoek gegaan bij het Brave ziekenhuis in Roosendaal. En zijn wij in gesprek gegaan met kinderarts Christiaan van Woerden. We hebben het hier over de leeftijd, ja, middelbare school, vanaf 12 tot 18. En omdat dat zo'n belangrijke leeftijd is voor je ontwikkeling en zeker voor je hersenontwikkeling, is ook gesteld geen alcohol onder de 18. Als je in de groei bent, dan ben je ongeveer rond je 16e wel uitgegroeid, maar je hersenen die groeien en ontwikkelen nog door, totdat je ongeveer 24 jaar bent. De directe medische gevolgen zijn dat hersenen eigenlijk worden uitgeschakeld tot op het allerlaagste niveau. Dat betekent dat alleen wat je noemt je hersenstam nog functioneert. Dat is het oudste deel van je hersenen. En dat betekent dat het lichaam nog wel in staat is om te ademen, maar verder andere reflexen eigenlijk niet meer heeft. Een later gevolg is dat je echt IQ-punten verliest. Dus dat je intelligentie lager blijkt te zijn dan je eigenlijk had kunnen bereiken. Als ouders op een gegeven moment merken dat hun kind onder de 18 toch alcohol gebruikt, dan zou het beste zijn om daar toch het gesprek over aan te gaan. Misschien niet per se het gesprek waarbij je beschuldigend of met een vingertje gaat wijzen, maar in ieder geval een eerste stap maakt om voorlichting te geven over de gevaren van alcohol. En dat kan best lastig zijn als ouder, omdat je ook vanuit een opvoedersrol al op zoveel dingen wat zou kunnen zeggen of aanmerken. Nou, daar zijn wij dan ook voor. En ik niet alleen, vooral ook de collega's van de jeugdgezondheidszorg. De schoolartsen, de jeugdartsen. En die kun je op school altijd aanspreken om daar met jongeren één op één of misschien in de klas een gesprek over aan te knopen. Dat zou eigenlijk het allermooiste zijn als je daarmee het bij anderen kan voorkomen. De reden om zoveel alcohol te drinken kan heel uiteenlopend zijn. Groepsdruk, peer pressure kan zeker meespelen, omdat vrienden, vriendinnen het doen. Het kan ook een spelvorm zijn, bij wijze van spreken. Het bekende indrinken thuis en dan uitgaan maakt ook uit. Dat je al zo'n grote alcoholhoeveelheid in je hebt, dat bij een aantal drankjes bij het uitgaan het al misgaat. Dat is het grootste probleem, dat dan door de groepswerking de rem er ook af is. Als er een feestje gegeven wordt waar geen alcohol geschonken wordt, dan ga ik niet. Ik denk dat je geen alcohol nodig hoort te hebben om een leuk feestje te hebben. Nee. Ik denk dat je gewoon met leuke mensen bent. Dan kun je ook gewoon lachgieren bullen zonder alcohol. Nee, ik ga niet. Want als er op een feestje alcohol of geen alcohol geschonken wordt, dan voelt het voor mij al gelijk als een soort kinderfeestje, eerlijk gezegd. Nee. En ik weet niet, maar dan komt de stemming er ook niet lekker in of zo. Nee. Dan zit je daar maar gewoon een beetje cola of sinaas te drinken. Ik ga wel. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of alcohol geschonken wordt, ja of nee. Want het ligt er toch zelf aan of ik de dag daarna moet werken. Dan drink ik toch sowieso geen alcohol. Als je gewoon met gezellige mensen omgeeft, ja, dan is de sfeer altijd wel gezellig. Ja, dus ik denk niet dat je alcohol nodig hebt, nee, om een leuk feestje te hebben. Nee, ik zou zelf ook niet gaan. Want als je wat op hebt, vind ik het vaak meer gezelliger. Ik zou ook gaan. Zeker als het ook gewoon vrienden zijn en zo, vind ik dat, ja, je moet gewoon naar het feestje komen, ondanks of alcohol wordt geschonken of niet. Als jeugdboa's hebben wij contact met jongeren.
Zo ook met Joey. Hij heeft slechte ervaringen met alcoholgebruik. Wegens privacyredenen is Joey onherkenbaar in beeld gebracht. Ik was 17 en we gingen op vrijdag naar café. Het was een feestje van een vriend van ons. En al mijn vrienden waren ook mee, die waren wat ouder, die waren 19 of 20. En het was een heel gezellig feestje. Een biertje, nog een biertje. Het ging allemaal goed. Ik voelde me eigenlijk prima, was gezellig. Leuke muziek. Het werd ook steeds drukker, dus echt gezellig. En toen op een gegeven moment nog wat shotjes gedronken. Ging ook nog steeds goed, ook nog leuk, gezellig. Maar toen kon ik een petje winnen. Een mooi baseballpetje. Maar daarvoor moest ik wel een glas wodka leeg drinken. In één keer. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet, maar heel de groep begon mijn naam te schreeuwen. En toen heb ik het toch maar gedaan. En toen daarna kon ik ook nog een sjaal winnen. Moest ik nog een keer hetzelfde doen. Dus nog een keer het glas wodka in één keer leeg drinken. Ja, dat heb ik ook gedaan. En toen voelde ik me al wat minder goed. Ik werd echt dronken. En ik merkte dat ik eigenlijk niet meer zo goed wist wat er gebeurde. Ik kan me herinneren dat ik op de grond ging zitten en dat het hart begon te draaien. En dat ik steeds wegviel, steeds in slaap viel. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Ik had een alcoholvergiftiging. Ze hebben alles leeg moeten pompen. Ja, ik voelde me heel erg rot toen ik in het ziekenhuis wakker werd. Ik voelde me heel erg ziek. Hoofdpijn, overgeven. Als ze 's morgens wakker worden, dan probeer ik zo snel mogelijk er te zijn om met kinderen te praten over A, hoe ze zich voelen, maar B, ook wat we zullen moeten doen om de schade van de alcohol te voorkomen. En C, wat we kunnen doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Eigenlijk zie je meestal als je de jongeren spreekt zodra ze wakker zijn geworden, dat ze, hoewel ze het niet actief hebben meegemaakt dat ze oud zijn gegaan, dat ze zich wel heel goed realiseren wat er is gebeurd en welke gevolgen het heeft of welke gevolgen het ook nog had kunnen hebben. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat ze beroofd hadden kunnen zijn. Of dat ze aangerand of verkracht hadden kunnen zijn. En dat besef is bij veel jongeren die ik dan spreek wel echt aanwezig. Voordat de kinderarts aan de slag gaat met deze jongeren, komen ze vaak eerst op de spoedeisende hulp terecht. Spoedeisende hulparts Robert Groenewegen vertelt zijn ervaringen. De spoedeisende hulparts stabiliseert patiënten op de spoedeisende hulp. En zorgt voor de eerste behandeling die de patiënt nodig heeft als die met een acuut zorgprobleem op de spoedeisende hulp komt. Veel mensen denken aan als je op de spoedeisende hulp komt als gevolg van alcoholgebruik aan alcoholvergiftigingen. En die zien we ook. We zien veel jongeren met een alcoholvergiftiging. Maar daarnaast zien we nog veel meer jongeren die alcohol hebben gebruikt met letsel aan hun armen, benen, hoofd, nek. Dus die ofwel door een vechtpartij in aanraking zijn geweest met een ander en daardoor breuken oplopen. Of van een fiets vallen. Of in de auto stappen en een ongeval krijgen. Waarbij dus het alcohol aan zich niet zozeer de reden is om op een spoedeisende hulp te komen, maar wel de gevolgen ervan. Het is altijd lastig bij een bepaalde leeftijd, wanneer je ook als hulpverlener de ouders mag bellen. Hè, want je hebt natuurlijk te maken met de privacy van de jongeren en geheimhoudingsplicht. En het liefst hebben we natuurlijk dat ze zelf hun ouders bellen of dat de vrienden hun ouders bellen. Over het algemeen reageren ouders adequaat van boos, teleurgesteld. En ik denk dat dat een normale reactie zou zijn van ouders die jongeren, waarbij ze gebeld worden omdat hun kind op spoedeisende hulp ligt. Ja, mijn vader werd inderdaad gebeld dat ik in het ziekenhuis lag en of hij wilde komen. En ik hoorde al aan de telefoon dat hij heel erg boos op mij was. Dus ik lag er al te wachten en ik was eigenlijk heel erg bang voor zijn reactie. Nou ja, dat was ook terecht dat ik daar bang voor was. Want hij was heel erg boos en teleurgesteld. En hij snapte echt niet hoe dit kon gebeuren, zo kende hij mij niet. Ja, het was natuurlijk niet slim van mij. Ik had dat anders moeten doen. Ik had me nooit moeten laten opnaaien om dat glas wodka leeg te drinken natuurlijk. Wat je vaak hoort is dat
dat kinderen het zich niet kunnen voorstellen dat de hoeveelheid alcohol die ingenomen is tot deze situatie kan leiden. En in hun ogen is het helemaal niet zo heel veel, of hoeft het helemaal niet zoveel te zijn. Alleen als je het vergelijkt met een volwassene, hebben kinderen veel minder nodig om een alcoholvergiftiging te krijgen. Jongeren zijn heel erg bang voor het gebruik van drugs. Met het risico van verkrachtingen bijvoorbeeld. Hè, bij het gebruik van GHB of iets dergelijks. En dat risico is er ook echt. En alleen alcohol lijkt een onschuldig middel. Maar dat is het gewoon niet. Het is makkelijk toegankelijk. Je drinkt er veel van. Over het algemeen, of jongeren drinken er veel van. Waarbij datzelfde risico op verkrachtingen of dingen doen die je achteraf, waar je achteraf spijt van krijgt, ook groot is. Als we kijken naar de hoeveelheid jongeren die met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp komen, dan zal het ongeveer zo gemiddeld 4 à 5 per weekend zijn. En de ene weekend heb je de 10, de andere weekend heb je de 2. Maar gemiddeld zal het ongeveer zo 4, 5 zijn. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het totaal wat we zien. Want al die anderen die je uitgesteld ziet of de volgende dag ziet met letsel door de huisarts verwezen bijvoorbeeld. Dat is nog een veel groter aantal. Zo, 4 à 5 jongeren per weekend is echt heel erg veel. Het is dus een groter probleem dan dat wij dachten. Wees je bewust van de keuzes die je maakt en weet dat je met vragen altijd terecht kunt bij professionals. Houd je kopje erbij en dan proosten wij op jouw gezondheid.